Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport nummer 7. Goed jongens, gloednieuwe aflevering, wat gaan we daar doen? We gaan natuurlijk lekker door waar we zijn gebleven. Jawel, het komt bij je, maar goed, ja, goed. Nou, zoals jullie natuurlijk weten, hebben wij natuurlijk weer een hele nieuwe ding. We gaan denk ik gewoon weer dit voor een hele nieuw pakket en dat we nu gewoon even lekker een showcase gaan doen. Die hebben we gehad, gelukkig. Hé, hey, die hebben we ook al gehad. Huh? Moeten we er nog twee? Die. En die, oké. Okay. Zullen we gewoon met deze gaan doen? Goed, ja. Nou, we hebben misschien bijna alle showcase van hier gehad. Zes ronden. Is something that you can smell blocks away. Okay. It is a visceral moment and you just feel good because you know you're about to hear something scream across the track, make big power. There's something that just like fireworks in your soul. To be trackside and to hear cars when they go by you. You know, I always tell fans if you want to go to a race and see it, it's not lap one, it's lap two. When they come by, do finish in the top three. Okay, dus ik moet eerste, tweede of derde worden. Nou, dat moet gewoon goed komen. Jawel, het loopt lekker. Ja, goed. Race starten. Dus dat betekent volop gas geven. 3, 2, 1, go. Goed dat meteen direct mogen kijken, daar ben ik heel blij mee. Waarom? Ik moet hier allemaal inhalen. Positie 1 van de 12. Is dat nou weer een foute deur? Hij zegt dat ik nu niet eerst sta. Huh? Hij is 12e, 11e, 10e, 9e, 8e. Dit is volgens mij een andere race. Blauw. Dat is een andere race dan rood. Ik sta in het rood. Dus ik zie daar ook nog een blauw. Dus ik mag. Geen rode mag mij inhalen. Oké. Ik denk al, what the fuck. Maar blijkbaar zijn dit twee verschillende races. Dat is wel ingewikkeld hoor. Want dan weet je nu niet wat is. Dus die andere. Blauw, daar hoef ik niet aan te kijken. Alleen dus aan rood. Oké. Is wel vervelend, is een beetje irritant. Maar ja. En sowieso, die X van 999, die heb ik nooit in kunnen halen, nooit. Dus dan begrijp ik het wel. Zo. Twee van de zes. Nou. Dan hebben we ook weer hier alle showcases gedaan. Daar hoeven we niet aan te kijken. Dus ik denk dat we gewoon één keer per week een paar showcases gaan doen. Ah, die staat ook nog. Is ook nog niet van mij. Laat hem maar rijden. Volgens mij.
Hebben we nog ergens een blauwe tussen? Nee. Dus dit staat goed, dit staat ook daar op LP. Ja, oké. Het is wel vervelend, maar als het goed is weet ik het niet. Laura heeft nu allemaal voor me. Nou, er is niks meer mee te maken, zo. Goed. Nou, is het morgen weer vrij gaan, zit de week er alweer op, jongens. Het gaat echt snel de weken. Voordat je weet is de zomerstop alweer. Goh. En dan weet ik nog steeds niet wat ik wil. Ik zat aan de ene kant zal ik de zomerstop helemaal afschaffen, aan de andere kant. Ja, niet. Ik denk, want 4 weken geen video's is toch best wel lang. Eerlijk mee toegeven, maar ik denk toch dat ik gewoon een zomerstop ga houden. Het kan zijn voor minder, maar ik denk dat ik het gewoon laat staan. Hoe het is. Nou, dat moet ik even. Ik weet helemaal niet wanneer dat de zomervakantie begint. Opzoeken. Ik bedoel, ja, mijn vakantie is al, hè. Ik heb helemaal geen idee dat het mijn vakantie is. Dat is gewoon werken bij mij. Hè. Ik heb helemaal geen mijn vakantie. Daarom merk je natuurlijk ook gewoon dat de video's gewoon op de tijdstippen gewoon komen. Normaal als het vakantie is, dan worden de tijdstippen verschillend, maar ja. Die laatste tijden niet eigenlijk. Het is gewoon, ja, om zo laat is het zo laat, dan komt hij online. Komt dat ik zelf, ja, kijk, als ik vakantie had, ja, kijk, dan had ik gewoon kunnen zeggen, oké, we doen gewoon verschillen. Maar 2 weken geleden is er een week geen video's gekomen, maar ja, dat wist je natuurlijk van tevoren dat ik in Londen was, dus daarom. Ja, 4 weken geen keer opnieuw, dat is best wel lang. Maar ja, we hebben het al twee keer gedaan. Volgens mij al 3 keer. We zijn in maart 2016 begonnen. Ja, dan wordt dit alweer de 4e keer. Of de 3e keer. Ik weet het niet. Ik was 15 jaar toen ik begon met dit kanaal. Ik ben nu 18. Moet je nagaan hoeveel dat er is veranderd. Heel veel. Zo.
Nee, ik hoop echt dat we deze serie voor de zomerstop ook eigenlijk af krijgen te ronden. Want ik ga natuurlijk na de zomerstop ga ik natuurlijk met wat nieuwere series mee beginnen. Dat moet er nog allemaal in gaan plannen allemaal. Want ik wil dat er een nieuw seizoen van Prison Rise komt. Een nieuw seizoen van Minecraft Survivor komt. Kijk, dat zijn er al twee. Dus wil ik GTA 5 nog ook nog doen. Ik heb de Sims 4 heb ik ook nog liggen. Ach ja. Zoveel dingen te doen hè. Genoeg. Ja, we doen alleen deze nog en dan stoppen we er gewoon mee, joh. En dan moeten we wel voor... We doen wel of als een nieuwe serie pakken, gaan we dan natuurlijk nog niet in rijden. En dan pakken we die alvast. En dan doen we dat dinsdag gewoon op, dan meteen erin. Dan hoeven we hem niet meer op te pimpen, dat doen we misschien ook nog wel vandaag. Kan ik drinken aan rijden tegelijk? Ja, dat kan wel. Maar wel heel snel dan. Nu zal dat wel lukken. Blijkbaar ga ik het gras op. Ik heb een controle gewoon met één hand vast. Hè. Goed jongens, we gaan de laatste ronde in. Nou, laatste ronde. Zo, we zijn er bijna, jongens. Er zit wel, hey, er zit een blauwe tussen rode, of is die gewoon, of had die gewoon onzin? Ik ben gewoon twee keer ingehaald. Dat is nog nooit voorgekomen, hè? Maar hij zal mij niet inhalen. Nee. Dat lukt hem niet. Ik moet nu heel langzaam gaan rijden. Maar goed, jongens. In ieder geval zijn we eerst aan 2000 punten. Beste ronde 2 minuten en 1 seconde. Goed.
eerste, terwijl dat wij gewoon... Ja, hoe door is er zijn even. Die staat gewoon ook maar op een rijtje. Oh, er moeten nog mensen binnenkomen. We gaan ermee stoppen. Ja, we zijn de eerste. Kijk eens, wat geld. Hoppa, weer lekker. En voor de 50.000 weer gaan dan... En we zijn weer een miljoentje. Dat is mooi. Ja, nee, we gaan er gewoon mee stoppen. Ja, weet je wat? We kunnen gewoon nog wat kiezen. We gaan toch deze doen. This will be a single car spec division featuring the Nomad. Jump in the mud puddle. Who needs a road? Die? Ja, weet je wat? Dat doen we wel een andere keer, hoor. Ik heb daar geen zin in. Goed, kijkers. Ik ga het hier eens benaderen. We zien elkaar natuurlijk weer dinsdag weer terug. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot dinsdag dan weer, jongens. Mazzel!